En dan nu een van onze meest succesvolle actrices in het buitenland. Ze speelt in The Americans, maar ook in de nieuwe serie Manhattan. Daarin speelt ze Helen, de enige vrouwelijke wetenschapper in een team dat in de jaren 40 werkte aan de eerste atoombom ter wereld. You don't have the authority for that. Just tell them I'm acting on Akeley's orders. You lie to the army? It won't make a difference what the testing shows. You'll be damaged goods for the rest of this war. Manhattan, maar Nederland kent haar vooral uit Divorce. De mooie, getalenteerde Katja Herbers! Hoi, Herman. Wat leuk dat je er bent. Ja, man. Waar woon je nu? Een beetje overal en nergens waar ik kan werken, woon ik. Ja. Ja, nee, dat vind ik echt heel cool. Ja. Ja. Hey, en Katja, jij bent verrassend goed in Engels. Ja, dat klopt wel. Maar ik heb... Hoe kan dat? Nou ja, ik heb best wel goede oren. Ik zie ze niet. Ja, dat zijn echt heel mooi. Oh ja, 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 ja. Nee, maar ze kunnen wel... Ik kan wel snel iets nadoen. Dus snel een accentje nadoen. Ja. Nu ga je me dat natuurlijk vragen. Dat ja, dat staat hier. Hartstikke leuk. Nee, nee, nee. Sorry. Nee, maar ik bedoel... ik kan het wel snel oppikken. En ik had vroeger een Canadese oppas. Dus dat helpt ook. Maar ik heb een keer jouw zusje gesproken. Ja. En die praat gewoon Engels zoals ik en Willem-Alexander. Ja, laat het er niet horen. Klopt het dat je me net voor 6 jaar hebt getekend? Ja. Wilde je dat wel aangaan? Ja, man. Ik bedoel, het is zo goed. Mag je dat op je eigen serie zeggen? Misschien niet, maar het zijn hele goede mensen. Niet dat ik nou zo ontzettend goed ben in die serie. Normaal niet. Maar het product... Het product zelf is een hele goede serie. Ik word hartstikke rijk. Ja? Word je rijk? Nou ja, wel meer dan ik hier ooit... Ik zit boven de balken en de norm. Ja? Wauw. Zeg, heb jij misschien zin om de vrouw van een farao te worden? Jij, ik hoorde dat jij in de woestijn opneemt. Ja. Dat het onder vrij bijzondere omstandigheden gaat. Hoe nou ja, dat? Manhattan, waar het dus over gaat, is het maken van een atoombom. En dat vond ook werkelijk daar plaats, in de woestijn. Dus daar nemen we ook op. Maar ja, wat wel heftig is daaraan, is dat er is dus allemaal opwaaiend zand voortdurend. Ja. En die crew, de mensen die het opnemen, of die de cameraman en alle mensen eromheen... die hebben dus een soort skibril op en dan zo van die grote sjalen en voor hun mond. Dus eigenlijk zie je alleen... Nou, je ziet helemaal niks. Je ziet gewoon een soort monster. Bankrover. Ja. Ja. En wij zitten, de acteurs zitten dan binnen in de green room te wachten. Alle chocolade die daar staat, niet te eten. Waarom is die chocolade niet te eten? Nee, dat mag je niet eten, want heb je gezien wat voor strakke broek ik aan heb? Nee, ik ben dus nu ook op een enorm dieet. En dan mag je niet... Ja, we zitten er allemaal naar te kijken, zo, naar die chocolade. Oh. Wij hebben dat op de redactie ook, maar dan moet het op binnen 5 minuten. Oh. Van onszelf. Ja, ja. Okay, ja. Maar en dan? Nou ja, en een van de grote uitdagingen überhaupt aan die serie is je ogen open te houden als de camera draait. Dus dat is best je komt naar buiten. Essentieel. Ja. Dus je komt naar buiten zo heel erg van, oh, nu gaat het bijna beginnen. En dan zegt ze, oké, and action. En dan probeer je dit te doen. En dan nog leuk Amerikaans te praten. En daarna echt zo oogdouches en proberen. Maar waarom hebben ze niet een set nagebouwd in een studio in Hollywood? Nou ja, omdat je het ook allemaal een gratis cadeau erbij krijgt. Ik bedoel, die... Zand in je ogen. Nee. Bedankt, omroepmaatschappij. Het vond toch echt daar plaats. Oh, je dus kan we je voelen helemaal... het heel erg method. We zijn heel erg zeg maar, in het... En het is ook heel tof dat we niet in de studio staan... maar dat het daar helemaal nagebouwd is. Ja, ja, te gek. Zit jij met Michiel Huisman en Carice van Hout... in een WhatsApp-groepje Nederlandse acteurs uit te lachen? Oké. Okay. Ja, ik vroeg hem gewoon even af. Mensen kennen je misschien ook... van het is alweer een tijdje geleden van de vloer op. Weet je dat nog? Ja, maar wat gaat er nu gebeuren? Nou, ik had een idee. Want ik heb in theater ook geïmproviseerd. Ik zat meer aan de zoveel mogelijk grapjespompen kant. En jij zat in een mooie scènespeling. Maar ik dacht, misschien kunnen we elkaar ergens in het midden ontmoeten. Lachen. Wil je het uitproberen? Ja. Wilden mensen dat we dat gaan uitproberen? Ja. Kom. Yes. Ga je voor, ga voor. Oké, je moet het doen, Katja. Ik ga het uitleggen hoe het werkt. We hebben hier een bak met allemaal briefjes. Dit is een van de oudste improvormen van de wereld. Dus het is te gek dat we dit gaan doen. Allemaal briefjes uit het nieuws, uit wat dan ook, uit onze omgeving. En elke keer als wij in de scène denken... nou, deze zin kan nog wel wat extra gebruiken... dan kun je een briefje pakken en dan kun je dat voorlezen wat erop staat. Okido. Snappen jullie het? Snapt Katja het? Bijna. Bijna, oké. Okay. Dan heb ik alleen voor jullie nog nodig een plek waar je afscheid kan nemen. Manhattan. Oké. Okay. Op Manhattan. Het is niks met de serie, maar op Manhattan in New York. Oké, we gaan kijken dan. Ja. Op Manhattan. Op Manhattan? Ja, op Manhattan. Oké. Afscheid nemen dus. Ja.
Waar ga je naartoe? Waar moet je heen? Man, het is vreselijk. Ik ga onderduiken. Onderduiken? Ja. Hoezo? Wat is er gebeurd? Blonde vrouwen zijn niet meer oké. Oké. Oh, ja. Is dit ook al blond tegenwoordig? Maar over onderduiken, dat is super eng. Ja, dat is heel erg eng, want... Maar gelukkig heb ik kunnen voorkomen dat ze er vandoor zijn gegaan met mijn kangaroes. Oh, godzijdank. Oh. Oh, dus die gaan mee onderduiken, die kangaroes? Ja, ja? Ja, die gaan mee met mij. Ik ja. heb altijd, als ik aan kangaroes denk, dan denk ik... Zijn Bertie en Esther nog bij elkaar? Zo had je ze genoemd, die kangaroes. Ja, maar ja. Weet je, ik ben Bertie en Esther, daar is ook iets mee. En dat is gewoon echt... Blijf van mijn kleine teen af! Ik zit niet aan je teen! Wel, Arjen! Ik heb gewoon hele lange puntschoenen aan. Maar over jouw tenen gesproken... Ik zei, weet je nog dat we in Santa Monica waren en dat ik daarover zei... Ik heb nog 3 dagen te leven. Maar ik troost me met de gedachte dat... hier jouw tekst had kunnen staan. Oh, godzijdank. Wat, weet je wat ik er dan op had gezegd? Nou? Een van mijn lijfspreuken, iets wat ik al zeg sinds ik 3 jaar oud ben. Joris, ik wil alleen maar even met je neuken. Dat zei ik al toen ik 3 was. Ik heb het van jou gejat. Oh, ja, ik denk het ook. Ik denk dat het een mooi hoogtepunt was, eigenlijk. Ja, ja. Maar het enige wat ik nog echt wel even kwijt wil... aan jullie allemaal, ook de kijkers thuis... met boter wordt het niks. Oké. Nou, ga dan maar weg. Tot ziens. En nog één ding. Katja, je moet weten... ik heb niet met opzet gesjoemeld met paardenvlees. Dames en heren, applaus voor Katja Herbers! Yeah.